Maar we gaan eerst naar Nicky en dan natuurlijk over dat waarom Wouter hier ook zit. Hè? Ja, Hoekstra gaat het niet doen. Nee. Hij wel, tenminste. Nou, ja, je weet nooit of Wouter ineens weer met een interview op de proppen komt. Precies. Vooralsnog heeft Hugo de Jonge ineens hele goede papieren om de lijsttrekker te worden voor het CDA. Met hem dan ook Mona Keijzer. Die twee lijken inderdaad vooralsnog de strijd met elkaar te gaan aanbinden voor dat lijsttrekkerschap. Want Wopke Hoekstra die heeft deze ochtend in een interview laten weten aan de Telegraaf dat hij zichzelf meer ziet als bestuurder dan als politicus. En dat hij dus heeft besloten na lang wikken en wegen om het niet te gaan doen. Nou, er wordt druk op gereageerd, onder meer ook op Twitter. Eduard die zegt, verrassend, wel mooi dat Hoekstra kiest voor wat hij het leukst vindt, niet voor het verwachtingspatroon van zijn omgeving. En Piet die tweet, kudo's voor Wopke Hoekstra, dat betekent respect, dat hij het duidelijk maakt hoe groot het verschil is tussen bestuurder en politicus. En Gert Wim die schrijft, of Wopke Hoekstra de C van CDA kon vertegenwoordigen, was sowieso de vraag, volgens hem. Hugo de Jonge en Mona Keijzer hebben dan betere papieren, maar zou Vert Grapperhaus niet de beste optie zijn? Die kan wel eens verrassend veel stemmen gaan trekken, zegt hij. Die wordt nou ook ineens in de strijd gegooid. Misschien weet Wouter meer. Nou, laten we dat dan heel even eerst doen. Grapperhaus, is dat een optie? Nou, het is grappig, want je hoort die naam de afgelopen dagen ineens wel vaker bovenkomen. Ja. Alleen vraag ik me echt af of een man die nou toch een flink deel van zijn leven advocaat is geweest, nu ineens staat te trappelen om in debat te gaan over het zorgsysteem, de sociale zekerheid en dat soort zaken. Je ziet het niet snel gebeuren, dus? Nee, dus ik acht die kans niet zo groot. Ik denk ook niet de kans heel groot is dat hij dan de leider wordt. Ik denk dat die kans groter is voor inderdaad Hugo de Jonge. Want die is denk ik nu wel favoriet geworden. Ja. En Mona Keijzer is natuurlijk ook nog in de race. Maar ik denk dat Hugo de afgelopen maanden en jaren heel veel in die partij heeft geïnvesteerd om ook in de haarvaten van het CDA helemaal door te dringen, waardoor die ook voor de mensen die uiteindelijk erover gaan, namelijk de CDA-leden, een interessante kandidaat kan zijn. En toch nog even dat Hoekstra het niet gaat doen. Hè? Ja. Jij hebt dat interview met hem gehouden. Hoe is dat? Is dat tot stand gekomen, dat interview? Ja, dat is net als met worst. Daar moet je nooit van vertellen over hoe je daar allemaal aankomt. Maar gewoon het eindproduct zien. En, ja, maar even iets. Hoe is dat interview gegaan? Wat moest je er moeite voor doen om het eruit zeker, te krijgen? Zeker. Nou, ik heb met meerdere ministers, maar ook met de minister van Financiën, regelmatig contact vanwege mijn werk. Vanwege de column die ik ook schrijf. Dat doe ik met zoveel mogelijk mensen. En ik heb natuurlijk elke keer als ik hem sprak ook gevraagd of hij al een keuze, een beslissing had gemaakt. Wat mij wel heel erg opvalt, en ik denk dat veel mensen die dit ook een beetje volgen ook wel opvalt, is dat er is wel heel lang een soort buzz gecreëerd, een soort spanning opgebouwd naar dit moment. Terwijl hij dus aan mij gisteren vertelde in het interview dat hij eigenlijk voor de kerst al wist dat hij er niet zoveel zin in had. En wat is daar dan de theorie achter? Nou, dat er dus mensen zijn geweest in een omgeving die hebben gezegd, je hoeft nu nog geen keuze te maken. De beslissing valt pas richting de zomer. Er kan nog heel veel gebeuren. Doe het nog even rustig aan. Het waren, zei hij, twee CDA's, maar ook twee niet-CDA's die dat tegen hem zeggen. En ook in de recente weken hebben mensen in zijn directe omgeving die niet op het CDA stemmen, maar toevallig op de VVD, heel erg bij hem gepusht van, ga alsjeblieft lijsttrekker worden, want dan stemmen we op jou en niet meer op de VVD. Nou, hij heeft toen al een beetje een winstwaarschuwing afgegeven. Maar de timing valt nu natuurlijk wel heel erg op. En er is natuurlijk wel, en dat gaf je ook wel toe in het interview, heel erg overleg geweest ook met de CDA-partijtop, met de voorzitter, over wanneer hij bekend zou maken dat hij het niet zou doen. Ja, en balen ze? Nou, dat is maar net aan wie je het vraagt natuurlijk. Want er zijn mensen die natuurlijk heel graag willen dat Hugo de Jonge de nieuwe partijleider wordt. Er zijn ook mensen in het CDA die echt hadden gehoopt dat Wopke Hoekstra het zou doen. Ja. Jullie lieten net al wat reacties zien. Die zag ik vanochtend ook op mijn telefoon binnenkomen. Dat er ook wel mensen zijn die het toch wel jammer vinden. Ja. Dus ja, dat heb je altijd als mensen zeggen dat ze het niet willen doen. Hè? We gaan het